Hare Krishna, we doen vandaag hoofdstuk 13 van vierde kanto, het nageslacht van Dhruva Maharaj. We beginnen bij Mangal Acharana. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Mulitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupataru Bhyaschakripa Sindhu Bhyeva Chapatita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachideshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Het nageslacht van Dhruv. Ik heb dat weer onderverdeeld in groepen. Versen 1 tot 5, waarbij Vidur vragen stelt aan Maitreya Rishi. Van 6 tot 10 gaat dan over Utkal, de zoon van Dhruv. 11 tot 12 Utsara volgt Dhruv op als keizer van de wereld. Dan volgt het nageslacht van Dhruv, het offer van koning Anga, Vena, de kleinzoon van de dood in persoon. Vidur stelt vragen aan Maitreya Rishi. Dan ga ik de eerste 5 versen oplezen. Suta Goswami zei tot alle rishis onder leiding van Saunaka. Nadat Vidur Maitreya Rishi had verhoren vertellen hoe Dhruva Maharaj naar de woonplaats van Heer Vishnu was opgestegen, voelde hij zich verlicht en overweldigd door gevoelens van toewijding en stelde Maitreya de volgende vragen. Vers 2. Vidur vroeg Maitreya, o zeer gevorderde toegewijde, wie waren de Prachetas, tot welke familie behoorden ze, wiens zonen waren ze, en waar brachten ze hun grote offers? Vidur vervolgde, ik weet dat de grote wijze Narad de grootste van alle toegewijden is. Hij heeft de Pancharatrik-methode van toegewijde dienst samengesteld en allerhoogste godspersoon persoonlijk ontmoet. Terwijl alle Prachetas de allerhoogste godspersoon vereerden en hem tevreden probeerden te stellen met religieuze riten en offers, beschreef de grote wijze Narad de transcendentale eigenschappen van Dhruva Maharaj. En vers 5. Mijn beste Brahmanen, hoe verheerlijkte Narad Muni de allerhoogste godspersoon en welke van zijn activiteiten werden er tijdens die ontmoeting besproken? Ik verlang er zeer naar dit te horen. Vertel me er alstublieft alles over.
Dan gaan we kijken wat Srila Prabhupada zegt in de betekenisverklaring. Srila Prabhupada zegt dat de activiteiten van de Allerhoogste en zijn toegewijden heel fascinerend zijn. Dat is zowel voor degene die hoort en degene die dat beschrijft. Srila Prabhupada zegt verder dat toegewijden de Hare Krishna Mahamantra 24 uur per dag chanten. Voor anderen die geen toegewijden zijn, die kunnen zich niet indenken dat toegewijden ze zeg maar constant Hare Krishna kunnen chanten. Verder legt Srila Prabhupada uit dat er twee manieren zijn om God te benaderen. Als eerste hebben we de Bhagavad Marga, en dat is dus volgens het Srimad Bhagavatam. En Srimad Bhagavatam is een verzameling van Bhagavad Katha. En in deze Bhagavad Marga heb je de negen vormen van bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Padasevanam, Arjanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmani, Vedanam. Het begint met luisteren, Shravanam, Kirtanam, het bezingen, Vishnusmaranam, zich Vishnu herinneren, zijn lotusvoeten dienen, hem vereren, de Murti-gedaante, gebeden opzeggen, dienstbaar zijn, dus toegewijde dienst verrichten, vriendschap sluiten en uiteindelijk zich volledig overgeven. En daarnaast, de tweede manier is de Pancharatrik Vidhi. Dat is de methode van de verering in de tempel, verering van de Murtis in de tempel. En dat is gegeven door Narad Muni. In de Pancharatrik, Narad Pancharatra is opgenomen hoe in elke levensorde de Allerhoogste Heer tevreden gesteld kan worden. En dat wordt ondersteund, zegt Srila Prabhupada in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 18, vers 45. Sve sve karmani abhirata samsidhim labhate nara. Door zijn voorgeschreven plicht uit te voeren, kan men de Allerhoogste Godspersoon tevreden stellen. Ook in het Srimad Bhagavatam staat er svanusthitasya dharmasya samsidhir hari toshanam. Men vervolmaakt zijn plicht als men ervoor zorgt dat men het vervullen van zijn specifieke taak de Allerhoogste Godspersoon tevreden stelt. Volgende groep verzen, 6 tot 10. Utkal, de zoon van Dhruv. De grote wijze zei, mijn beste Vidur, toen Maharaj Dhruv het woud introk, had zijn zoon Utkal niet het minste verlangen om de weelderige troon van zijn vader te bestijgen, die bestemd was voor de vorst van alle landen op deze planeet. Al vanaf zijn geboorte was Utkal volkomen tevreden en onthecht van de wereld. Hij was evenwichtig, omdat hij kon zien dat alles in de superziel rust en dat de superziel zich in ieders hart bevindt. In de versen 8 en 9, door zijn kennis van het Allerhoogste Brahm te vergroten, was hij reeds bevrijd van de gebondenheid aan het lichaam. Deze bevrijding noemt men nirwana. Hij had het niveau van transcendentale gelukzaligheid bereikt en ging voortdurend op in die gelukzaligheid, die steeds maar toenam omdat hij voortdurend bhakti-yoga beoefende. Dat vergeleken wordt met vuur, aangezien het alle onzuivere materiële dingen opbrandt. Hij was zich altijd bewust van zijn wezenspositie en zag niets dan de Allerhoogste Heer en zichzelf verbonden in toegewijde dienst. En vers 10. De minder intelligente mensen die Utkal tegenkwamen, beschouwden hem als dwaas, blind, stom, doof en gek, hoewel hij dat in feite niet was. Hij hield zich als vuur dat bedekt is met as, zonder dat er vlammen te zien zijn.
Srila Prabhupada legt uit dat Utkal in feite alle eigen kenmerken en eigenschappen van een Mahabhagavat heeft. Deze eigenschappen zijn dat van een Mahabhagavat. Een Mahabhagavat ziet dezelfde Paramatma in ieders hart zonder onderscheid te maken op basis van de verschillende materiële gedaanten waarin levende wezens zich bevinden. Hij ziet iedereen als een volkomen deeltje van de Allerhoogste Godspersoon, zoals Krishna Bhagwan dat zegt in de Bhagavad Gita, Mamai Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. De Mahabhagavat ervaart de aanwezigheid van de Allerhoogste Godheid overal en de Mahabhagavat is nooit buiten het gezichtsveld van de Allerhoogste Heer en verliest zelf de Allerhoogste Heer nooit uit het zicht. Dus Krishna ziet hem altijd en hij ziet altijd Krishna. Hij heeft een hoog niveau van liefde voor God ontwikkeld. In de Bhagavad Gita, hoofdstuk 6, vers 30, staat er Yo mam pasyati sarvatra sarvam cha mayi pasyati. Een zeer gevorderde toegewijde ziet de Allerhoogste Godspersoon overal en begreep bovendien dat alles in de Allerhoogste rust. En dit wordt ook ondersteund in vers 4 van hoofdstuk 9. Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina. Heer Krishna doordringt in zijn onpersoonlijke aspect het hele universum. Dus hier zijn dan de Utkal wordt besproken. En in feite, voor de niet toegewijde, was hij... leek hij minder een minder intelligent persoon, doof, stom, blind, gek. Maar Srila Prabhupada zegt dat in feite hij alle symptomen, de kenmerken en eigenschappen van een Mahabhagavat heeft. Verder zegt Srila Prabhupada in de betekenisverklaring over refereren naar Utkal, dat toegewijde, dus Brahma Bhuta Prasannatma na Sochati na Kangshati, Sama Sarveshu Bhuteshu sa Bhaktim Labhate Param Sein. Dat betekent, wie zich zo op een transcendentaal niveau bevindt, kent onmiddellijk het Allerhoogste Brahm en wordt volkomen vreugdevol. Hij treurt nooit en verlangt nergens naar. Hij beschouwt alle levende wezens als gelijk. In die toestand komt hij tot zuivere devotionele dienst aan mij. Dus Utkal, die was niet gek, die was niet stoof, die was niet dom. Maar hij deed alsof omdat hij gewoon niet verwikkeld wilde raken in materiële leven. Hij wou gewoon niets te maken daarmee hebben. En daarvoor gaf hij zelfs het vooruitzicht om koning te worden en niet alleen koning, maar zelfs keizer van de hele wereld te worden. Ook in Shikshastaka wordt gezegd: Cheto darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam shreya kairava chandrika vitaranam vidyavadhu jivanam. Dat in feite door de heilige naam te chanten iemand volmaaktheid bereiken kan, bevrijding van het materiële bestaan bereikt. En op die manier steeds grotere gelukzaligheid in zijn geestelijk leven ervaren. Zo'n persoon heeft dus geen interesse in materiële rijkdom, zelfs niet in het koningschap en de heerschappij over de hele planeet. Virakteer anyatrasyat. Ook in de Bhagavad Gita komt een vers voor, param drishtva nivartate. Wanneer iemand het hogere, gelukzalige leven van het geestelijke bestaan ervaart, houdt hij op met het zoeken naar materieel genot. En dat is precies wat Utkal deed. In de Narad Pancharatra komt een vers voor, dat ook terugkomt in het Sri Chaitanya Charitamrita. Sarvopadhi vinir mukta. Tat paratvena nirmalam rishikena hrishikesha sevanam bhakti ruchyate. Is een definitie eigenlijk van toegewijde dienst. Dat
Het komt erop neer dat alle onzuiverheden onmiddellijk tot as verbrandt als men eenvoudigweg toegewijde dienst verricht. Dus als we al onze zintuigen in dienst stellen van Rishikesh, de meester van zintuigen, dat is waar het om gaat. Verder zegt Srila Prabhupada dat Utkal in feite dus een bhajan anandi is. En je hebt dus twee soorten toegewijde, bhajan anandis en goshti anandis. Die bhajan anandis die zijn meer in zichzelf gekeerd. Ze doen in alle rust hun toegewijde dienst. Terwijl de goshti anandi predikt. Die predikt. Versen 11, 12. Wat ze volgt droe op als keizer van de wereld. Vers 11. Om deze reden dachten de ministers en de oudere leden van de familie dat Utkal geen intelligentie bezat en eigenlijk gek was. Daarom werd zijn jongere broer Watser, de zoon van Brahmi, op de troon gezet en werd hij koning van de wereld. Koning Watser had een zeer goede vrouw, Sarvithi, die 6 zonen ter wereld bracht, Pushparna, Tigmaketu, Isha, Urja, Vasu en Jaya genaamd. Srila Prabhupada legt uit dat er sprake was van een monarchie, want de vader was koning, dus de zoon gaat koning worden en zo gaat het door, maar het was niet autocratisch. En de mogelijkheid bestond er dat oudere familieleden en ministers konden veranderingen aanbrengen en de juiste persoon tot koning kronen. Natuurlijk moest die persoon wel lid zijn van de koninklijke familie. Ook wordt er beschreven wat de goede eigenschappen van de vrouw zijn. Altijd heel trouw en gehoorzaam. Haar man zeer toegenegen, het huishouden kunnen organiseren. En Srila Prabhupada zegt, als man en vrouw allebei met goede eigenschappen begiftigd zijn en vredig samenleven, worden er goede kinderen geboren en kent de familie geluk en voorspoed. Volgende blok, ik heb hier dan het nageslacht van Dhruv. Dan gaan we lezen van 13 tot 24 zijn allemaal versen die de kinderen van Dhruv, dus de nakomen, het nageslacht van Dhruv Maharaj beschreef. Ik heb hier een overzicht gemaakt, dus misschien is dat ook handig om te volgen. Pushparna had 2 vrouwen, Prabha en Dosha. Dus we hebben al gezien, dus Utkal is een zoon en Watser is een andere zoon. Dus dan ga ik vers 12 nog een keer lezen voordat ik verder ga. Koning Watser had een zeer goede vrouw, Sarvithi, die 6 zonen ter wereld bracht. Pushparna, Tigmaketu, Isha, Urja, Vasu en Jaya genaamd. Nu, Pushparna gaat verder. Pushparna had 2 vrouwen, Prabha en Dosha. Prabha kreeg 3 zonen, namelijk Prater, Madhyandinam en Sayam. Dosha had 3 zonen, Pradosh, Nishita en Vyusta. Vyusta's vrouw heette Pushkarini en zij bracht een zeer machtige zoon ter wereld, Sarvateja genaamd. De vrouw van Sarvateja, Akuti, schonk het leven aan een zoon genaamd Chakshusha, die de 6e manu werd toen het tijdperk van de voorgaande manu ten einde kwam. Navdwala, de vrouw van Chakshusha manu, bracht de volgende onberispelijke zonen ter wereld: Puru, Kutsa, Trita, Dyumna, Satyavan, Rita, Vrata, Agnistom, Atiratra, Pradyumna, Sibi en Ulmuka.
Een van de 12 zonen, Ulbuka, kreeg bij zijn vrouw Pushkarini 6 zeer goede zonen. Hun namen waren Anga, Sumana, Khyati, Kratu, Angira en Gaya. De vrouw van Anga, Sunita, bracht een hele slechte zoon ter wereld, Veena genaamd. Uit diepe teleurstelling over het slechte karakter van Veena, liet de heilige koning Anga zijn gezin en zijn koninkrijk achter en ging naar het woud. Mijn beste Widoer, als een grote wijze een vloek uitspreekt, zijn zijn woorden even onoverwinnelijk als een bliksemflits. Daarom stierf koning Veena toen de grote wijze hem uit woede vervloekte. Aangezien er na zijn dood geen koning was, konden alle schurken en dieven hun gang gaan. Waardoor het koninkrijk in een chaos veranderde en alle burgers enorm te lijden hadden. Toen de grote wijzen dit zagen, gebruikte ze Veena's rechterarm als een stok om mee te karnen. En als gevolg van hun karnen verscheen Heer Vishnu in zijn deelincarnatie als koning Prithu, de oorspronkelijke keizer van de wereld. Widur vroeg de wijze Maitreya: mijn beste Brahmanen, koning Anga was heel zachtmoedig. Hij had een nobel karakter en was een heilige persoonlijkheid en een liefhebber van de Brahmaanse cultuur. Hoe komt het dat zo'n grote ziel zo'n slechte zoon als Veena kreeg, door wie hij zijn belangstelling voor het koninkrijk verloor en het achterliet? Widur vroeg verder: hoe komt het dat de grote wijzen, die zeer goed op de hoogte waren van de religieuze beginselen, koning Veena, die zelf de roede der kastijding in de hand hield, wilde vervloeken en hem de zwaarste straf gaven, Brahmashap? De inwoners van een staat mogen de koning nooit beledigen. Dit is een van hun plichten, zelfs als soms blijkt dat hij een grote zonde heeft begaan. Door zijn macht en bekwaamheid heeft de koning altijd meer invloed dan alle andere leiders. En 24. Widur vroeg Maitreya: mijn beste Brahmana, u bent van elk onderwerp op de hoogte, of het nu het verleden of de toekomst betreft. Daarom zou ik willen dat u me over alle activiteiten van koning Veena vertelde. Wees alsjeblieft zo vriendelijk dit te doen, want ik ben uw trouwe toegewijde. Dus dat zijn allemaal versen die het nageslacht van Dhruva Maharaj beschrijft. We hebben dus, Dhruva heeft 2 zonen, waarvan Vatsara dan verder gaat. En van Vatsara krijgen we Pushparna. Van Pushparna hebben we Vyusta. Van Vyusta Sarvateja. Dan krijgen we Chakshushamanu. En dan Ulmukha. Van Ulmukha komt dan koning Anga. En van koning Anga komt dan Veena. En na Veena, hij heeft dan geen zoon, maar hij wordt vervloekt door de Brahmanas, omdat hij een heel slechte persoon was. En hij had geen, hij werd dus door de vloek van de Brahmanas gedood. En uit zijn lichaam hebben ze dan middels het karnen een ander zoon. Een ander zoon verscheen. En dat was dan een deelincarnatie van Bhagwan Vishnu. En dat is Prithu Maharaj. In het volgende hoofdstuk wordt dat verder beschreven. Hoe dat allemaal gebeurde. 25 tot en met 38. Shri Maitreya antwoordde: mijn beste Widur, op een keer organiseerde de grote koning Anga een enorm offer dat Ashwamedha genoemd wordt. Alle uiterst bekwame Brahmanas die daar aanwezig waren, wisten hoe ze de halfgoden uit moesten nodigen. Maar ondanks al hun inspanningen kwam er niet één halfgod om
aan het offer deel te nemen. De priesters die het offer brachten, zeiden toen tegen koning Anga: O koning, we gieten de geklaarde boter naar behoren op het offervuur, maar ondanks al onze inspanningen aanvaarden de halfgoden het niet. O koning, we weten dat u alle artikelen die nodig zijn om het offer te brengen naar behoren en met groot vertrouwen en zorg bijeengebracht hebt en dat ze niet besmet zijn. En wij hebben geen enkele fout gemaakt bij het chanten van de Vedische mantras, want alle maramanas en priesters die hier aanwezig zijn, zijn zeer bekwaam en verrichten de ceremonies naar behoren. Beste koning, we zien geen enkele reden waarom de halfgoden zich beledigd of verwaarloosd zouden kunnen voelen. Hoewel ze gewoonlijk getuigen van het offer zijn, aanvaarden ze hun deel niet. We weten niet waarom dit zo is. Maitreya vertelde verder. Koning Anga was zeer ontsteld nadat hij de verklaringen van de priesters had gehoord. Hij vroeg hun vervolgens toestemming om zijn stilzwijgen te verbreken en alle priesters die in het offerperk aanwezig waren de volgende vraag. Koning Anga vroeg: Mijn beste priesters, vertel me alstublieft wat voor overtreding ik heb begaan. Hoewel de halfgoden zijn uitgenodigd, komen ze het offer niet bijwonen en aanvaarden ze hun aandeel evenmin. De hoofdpriesters zeiden: O koning, in dit leven kunnen we geen enkele zondige activiteit in u bespeuren, zelfs niet in uw geest, en daarom hebt u niet de minste overtreding begaan. Maar we kunnen zien dat u in uw vorige leven bepaalde zonden hebt begaan, waardoor u nu, ondanks het feit dat u alle goede eigenschappen bezit, geen zoon hebt. O koning, we wensen u alle geluk toe. U hebt geen zoon, maar als u nu onmiddellijk tot de Allerhoogste Heer bidt om een zoon en het voor dit doel bestemde offer brengt, zal de begunstigde van het offer, de Allerhoogste Godspersoon, uw wens vervullen. Als u Hari, de Allerhoogste Begunstigde van alle offers, uitnodigt om uw verlangen naar een zoon te vervullen, zullen alle halfgoden met hem meekomen en hun aandeel in het offer aanvaarden. Degene die de offers in het kader van karmakaande activiteiten brengt, ziet het verlangen waarvoor hij de Heer aanbidt vervuld. Zo besloten ze Heer Vishnu, die zich in het hart van alle levende wezens bevindt, offerandes te brengen, opdat koning Anga een zoon zou krijgen. Zodra de offerandes op de vlammen waren gegoten, verscheen er van het vuuraltaar een in het wit gehulde persoon met een gouden krans om. Hij hield een gouden pot vast, die gevuld was met in melk gekookte rijst. De koning, die heel ruimdenkend was, vroeg eerst de priesters om toestemming en aanvaarde de rijst toen in zijn beide handpalmen, rook eraan en gaf er vervolgens een deel van aan zijn vrouw. Hoewel de koningin geen zoon had, raakte ze na het eten van dit voedsel dat de kracht had om een mannelijk kind voor te brengen van haar man in verwachting en bracht te bestemder tijd een zoon ter wereld. Srila Prabhupada legt uit dat voor Vedische offers de halfgoden in feite gewoon deelnamen. In vroeger tijden kwamen de halfgoden in persoon om deel te nemen en hun aandeel te nemen. Ook werden er dieren geofferd, maar het doel was om hun mantras te toetsen, te checken of het de juiste uitwerking had. En wat gebeurde? De dieren die gingen dan reïncarneren in een nieuw lichaam. De brahmanas die waren dus toendertijd op de hoogte van de Vedische mantra en ze konden het vooral ook op de juiste manier uitspreken. Dus offers, dierenoffers zoals de Ashwamedh, dat is een paardenoffer of een gavalamba, koeienoffer. Het doel was niet om ze op te eten, maar om de kracht van hun mantra te bewijzen. In Kali Yuga zijn de brahmanas niet zo machtig, zegt Srila Prabhupada.
Ze beheersen het Sanskriet niet zo goed, zijn niet zuiver in hun dagelijkse activiteiten. Deze offers zijn daarom verboden in Kali Yuga. En wat Srila Prabhupada zegt, de juiste vorm voor Kali Yuga is de Sankirtan Yajna. Door het chanten van de Hare Krishna mantra kan iemand de hoogste zegen verkrijgen die men met het brengen van offers kan behalen. Zelfs als de mantra, als de Mahamantra, zegt Srila Prabhupada, niet naar behoren gechant wordt, heeft de persoon die het bezingt toch wel baat bij. Omdat deze mantra zoveel kracht bezit. Nija Sarva Sakti, Chaitanya Mahaprabhu zegt dat Krishna Bhagwan al zijn eigen shaktis in deze mantra heeft gezet, de Mahamantra. Verder wil Srila Prabhupada uit dat bij het volbrengen van onze voorgeschreven plichten, vooral de verering van de moertjes in de tempel, het mogelijk is dat we seva-apparaats kunnen begaan. Dat zijn overtredingen in de dienst van de moerti. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, zodat we dan niet geen reactie kunnen hoeven te krijgen van deze seva-apparaat. En wanneer we onze seva doen, onze toegewijde dienst doen, moet het anyabhilashita sunya zijn. Altijd vrij van alle verlangens naar zinsbevrediging. Dat is in feite de definitie van bhakti. Die in de nectar, bhakti resamrit sindhu wordt gegeven. Anyabhilashita sunya jnana karmadi anavritam. Een ander naam voor Heer Vishnu is Sipi Vista. Dat betekent Heer Vishnu die aanwezig is in de vorm van het vuur. Bhagavad Gita 10, hoofdstuk 10, vers 10, zegt Krishna Bhagwan, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Dat toegewijden en dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. Dat de Heer geeft de toegewijde de gelegenheid om steeds meer vooruitgang te maken, zodat hij uiteindelijk terug kan keren naar huis, terug naar God. In dit geval van koning Anga is dat dan toepasselijk dat Krishna Bhagwan hem alle zoveel mogelijk de gelegenheid gaf om terug te keren naar God. Dadami buddhi yogam. Want wordt beschreven dat zijn vrouw niet een goede vrouw was. In dat vers wordt gezegd, Udaradhi, dat Anga, Maharaj Anga, Udaradhi is, dat hij in feite, ondanks dat zijn vrouw niet gekwalificeerd was, toch uit genegenheid hem die zoete reis gaf. Vena, de kleinzoon van de persoon van dood. De laatste groep van versen. Het is een vrij kleinere hoofdstuk. Deze jongen behoorde ten dele tot de dynastie der goddeloosheid. Zijn grootvader was de dood in persoon en de jongen bleek naarmate hij opgroeide van hetzelfde gehalte. Hij werd buitengewoon goddeloos mens. Gewapend met pijl en boog placht de wrede jongen naar het woud te gaan om er onnodig onschuldige herten te doden. Zodra hij verscheen, begonnen alle mensen te roepen, O, de wrede Vena komt eraan, de wrede Vena komt eraan. Hij was zo wreed dat hij zijn leeftijdgenootjes tijdens het spelen zonder enige genade doodde, alsof het slachtdieren waren. De koning dacht bij zichzelf, wie geen zoon heeft, is zeker van fortuinlijk. Zulke mensen moeten de Heer in hun vorige leven hebben aanbeden, zodat ze niet zouden hoeven te lijden onder het ondraaglijke verdriet dat wordt veroorzaakt door een slechte zoon. Dat is dus hier koning Anga die heel bedroefd is door het gedrag van zijn zoon Vena. Een slechte zoon richt iemands goede naam ten gronde. Thuis zijn zijn zondige activiteiten de oorzaak van goddeloosheid en creëren ze ruzie tussen iedereen,
waardoor er geen eind komt aan de angst en de zorgen. Vers 45. Welk bedachtzaam en intelligent mens zou zich zo'n waardeloze zoon wensen? Zo'n zoon bindt het levend wezen slechts aan illusie en maakt zijn gezinsleven miserabel. Toen dacht de koning, een slechte zoon is beter dan een goede zoon, omdat een goede zoon iemand gehecht doet raken aan zijn gezin, terwijl een slechte zoon dat niet doet. Een slechte zoon maakt het gezinsleven tot een hel, waar een intelligent mens zich uiteraard gemakkelijk van onthecht. Doordat zulke gedachten door zijn hoofd speelden, kon koning Angus 's nachts niet slapen. Hij verloor al zijn belangstelling voor het gezinsleven. Daarom stond hij op een keer in het holst van de nacht op en verliet Wena's moeder, zijn vrouw, die diep in slaap was. Hij gaf alle gehechtheid voor zijn buitengewoon welvarende koninkrijk op en verliet stilletjes, zonder dat iemand hem zag, zijn woning en bezittingen en begaf zich naar het woud. Toen het duidelijk werd dat de koning zonder om te zien zijn woning had verlaten, waren de burgers, priesters, ministers, vrienden en alle andere mensen zeer bedroefd. Ze begonnen over de hele wereld naar hem te zoeken, net zoals een onervaren mysticus de superziel in zichzelf zoekt. En het laatste vers van dit hoofdstuk. Toen de burgers, ondanks het feit dat ze overal naar de koning hadden gezocht, geen spoor van hem konden vinden, waren ze diep teleurgesteld en keerden ze terug naar de stad, waar alle wijzen van het land vanwege de afwezigheid van de koning bijeen waren gekomen. Met tranen in hun ogen brachten de burgers hun nederige eerbetuigingen en legden ze de wijzen tot in de kleinste bijzonderheden uit dat ze de koning nergens konden vinden. Zo eindigen Bhaktivedanta's betekenisverklaringen bij hoofdstuk 13 van het vierde kanto van het Srimad Bhagavatam getiteld Het nageslacht van Dhruv Maharaj. De moeder van Wena was de dochter van de dood in persoon. Je ziet, Wena is een afstammeling van Dhruv Maharaj. En er zijn zoveel goede eigenschappen gegeven van al de voorouders vanaf Dhruv Maharaj. Als we de family tree even bekijken, dan zien we dat het stuk voor stuk heel goede koningen waren, heel goede zonen waren. Sommigen werden onberispelijk genoemd en zoveel andere lof. En ineens wordt een zoon geboren die geheel anders is. En Srila Prabhupada zegt dus in feite, en dat wordt in dit hoofdstuk ook uitgelegd, dat het komt doordat hij de kleinzoon van de dood in persoon was. Zijn moeder is de dochter van de dood. En de dochter, zegt Srila Prabhupada, erft de eigenschappen van haar vader. En de zoon erft de eigenschappen van zijn moeder. Dus op die manier heeft Wena de eigenschappen van zijn grootvader geërfd, van moederzijde. Naranam. Matula karma, een kind die meestal de eigenschappen van de familie van zijn moeders kan. Daarom is het ook belangrijk, zegt Srila Prabhupada, en dat was het Vedisch gebruik, dat niet zomaar een vrouw werd gekozen, maar dat er goed gekeken werd naar de familie van de vrouw. Koning Anga, zegt Srila Prabhupada, is eigenlijk heeft hij de speciale genade gehad van Krishna, dat hij een slechte vrouw en een slechte zoon had, zodat hij volkomen bevrijd raakte uit de verwikkelingen van het familieleven en zijn gezin verliet om terug te gaan naar God. Zou het een heel geweldige vrouw zijn, zou het misschien moeilijk, is het dan moeilijker om huis en haar te verlaten. Maar in dit geval was het voor Anga Maharaj Anga,
helemaal niet moeilijk dat te doen. Ten aanzien van Wena, omdat hij ging jagen, zegt Srila Prabhupada dat Kshatriya's wel mogen jagen om zich de kunst van het doden eigen te maken. Maar dat moet niet zo zijn dat men dieren gaat doden om ze op te eten of andere redenen. Of voor gewoon voor zinsgenot, zinsbevrediging. Ook zegt Srila Prabhupada dat een echtpaar een zoon moet hebben, maar dat moet een zoon zijn met goede eigenschappen. Want een zoon zonder goede eigenschappen, zegt Srila Prabhupada, is als een blind oog. Je hebt er niets aan. Ook Prahlad Maharaj zegt dat het materiële gezinsleven te vergelijken is met een verholen put, underkopen. Zo snel mogelijk moeten we dat opgeven en onze toevlucht zoeken bij God. Mahodayodayat. Iemand kan door de zegeningen van een grote ziel materieel gesproken rijk worden, maar als zo'n iemand onthecht raakt van materiële rijkdom, dat is nog een grotere zegen van de grote zielen. Dat wordt als een grotere zegen beschouwd. Dus we moeten even nagaan. Willen we zegeningen hebben die ons materieel rijk maken? Of willen we juist onthecht raken van materiële rijkdom, van alle materiële verwikkelingen? Srimad Bhagavatam zegt Vadanti tat tattva vidas tattvam yad jnanam advayam Brahmeti paramatmeti bhagwaniti shabdyate. In een van de versen werd gezegd dat ze op zoek gingen naar Maharaj Anga, koning Anga. Ze begonnen over de hele wereld naar hem te zoeken, net zoals een onervaren mysticus de superziel in zichzelf zoekt. En in dit geval, in dit context zegt Srila Prabhupada, dus dat Bhagwan in drie vormen te realiseren is. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwaniti, Shabdyate. Dat staat ook in het Srimad Bhagavatam. De onpersoonlijke Brahm, de superziel of de allerhoogste persoon zelf. Ik zei het al, het is een kortere hoofdstuk dan de voorgaande. Dus we hebben alles al gehad. Hare Krishna, als er vragen zijn of iemand iets wil toevoegen, horen we dat graag. Ik las het hoofdstuk en aan het eind deed het me ook een beetje denken aan Queen Kunti. Dat je maar beter heel veel dingen op je pad kan krijgen. En we zijn nu in Vrindavan en ik zie ook heel veel toegewijden die... die best wel veel dingen meemaken en die het ook best wel soms moeilijk hebben. Maar ik kan me ook voorstellen, als je heel veel dingen meemaakt. Gisteren sprak ik ook een toegewijde die zei van, als het zo doorgaat, ga ik naar huis. Weet je? Van, soms is het gewoon te veel en dat je denkt, van, hoe kan je dan even goed Krishna in het midden houden? Het is soms moeilijk, vind ik, als je heel veel moeilijke dingen meemaakt, om dan toch Krishna daarin te blijven zien, zeg maar. Ja, dat is zo. Wat u zei, Maharani Kunti, die bad om Krishna en die zei juist van, let these calamities come again and again. Want natuurlijk, het is Kunti Maharani, zijn zuivere toegewijden, de Pandavas zijn zuivere toegewijden, voor hun is dat anders. Maar we moeten dat als voorbeeld nemen. Want Kunti Maharani zegt, wanneer deze problemen zich voordoen, betekent het dat we Mukunda zien. Dat we darshan krijgen van Mukunda. Ze noemt Krishna op dat moment Mukunda en betekent hij die verlossing geeft. Natuurlijk, ja, in ons dagelijks leven, wanneer er zoveel dingen gebeuren, is het echt wel moeilijk om toch te blijven focussen op Krishna. Maar dan nog, het is een proces. Het is een proces en... naarmate wij vorderingen zullen maken in het Krishna-bewustzijn, zullen wij onthecht raken van materiële verwikkelingen. Naarmate wij vorderingen maken in Krishna-bewustzijn, zullen we meer gefocust zijn op Krishna. Dus het is een proces, dat is het enigste. En we moeten het vertrouwen hebben, dat is belangrijk. Het vertrouwen hebben dat Krishna ons gaat helpen. En in feite zegt Krishna Bhagwan ook in het Srimad Bhagavatam,
dat wanneer hij de speciale genade geeft, dat hij alles van ons wegneemt. Net zoals hij de moeder van Nared, je weet het verhaal van Nared Muni, van zijn vorig leven, hij was maar een kleine jongen, en de moeder wordt gebeten door een slang, denk ik, en ze gaat dood. En nu heeft die kleine jongen niets meer, niemand meer. En dat is de speciale genade die Krishna geeft. Dus deze problemen komen juist om ons dichter bij Krishna te brengen. Het moet ons juist dichter naar Krishna brengen. Niet zo lang terug gaf ik een lezing en toevallig werd dezezelfde vraag gesteld. Van hoe doen we dat? En ik weet heel lang terug, in mijn studentenperiode, verbleef ik in een internaat. En dat had een christelijke achtergrond. En daar werd altijd gezegd, als ik het goed heb hoor, het hoeft niet de juiste woorden te zijn, maar het kwam erop neer, dat allen die vermoeid zijn, komen tot mij. En wij, wanneer we een hele festivalmarathon hebben gehad, zijn we moe, dan blijven we thuis, we willen uitrusten. Maar God zegt, kom tot mij, allen die vermoeid zijn. Dat geldt in dit geval ook. Wanneer je die problemen hebt, moeten we juist ons richten op Krishna. En het zal wel komen, min of meer. Ook in onze goede tijden moeten we aan Krishna denken, maar zeker ook in onze slechte tijden. En Krishna Prabhuji, dank u wel voor de samenvatting van dit hoofdstuk. Nee, ik blijf toch een beetje met een gewrongen gevoel zitten namens koning Anga. We hebben geleerd uit de Varnashram dat er verschillende categorieën bestaan. Alleen horizontaal gezien dan. En dat iedereen zijn plicht heeft. En hij had natuurlijk een slechte zoon. En we kunnen zeggen, ja, we gaan daar een les uit leren. Maar op een bepaald moment ontvlucht hij zijn verantwoordelijkheid als Chatri. En dat kan ik niet begrijpen, want het staat juist in de betekenisverklaring door onze guru Maharaj Srila Prabhupada, dat Kshatriya's het hoofd afhakken van een misdadiger. We weten dat dat karma technisch is. Maar hij vlucht. Hij laat gewoon alles achter en laat de bevolking dan met zijn vredezoon achter. Hoe moet ik dat dan zien? Ontvlucht hij zijn plicht of is het gewoon, ja, kijk, die gaven dat is niet gevoest en beviel is beviel en hij vlucht maar. Hoe moet ik dat begrijpen? Dank u. Goeie vraag. Ik denk dat, ja. Net als Utkal, de andere zoon van Droomharaj, die zou koning moeten worden. Maar je zou ook kunnen zeggen van, hij deed zich voor als gek alleen om dat gedeelte niet te doen. Om die verwikkeling niet te hebben met de materiële wereld. Ook kunnen we teruggaan naar de eerste vier zonen van Brahma, de vier Kumaras. Brahma schiep ze om de wereld te bevolken, maar ze zeiden nee, omdat ze Krishna wilden dienen. Dus toegewijde dienst is altijd hoger. De dienst aan Krishna, de liefde dienst aan Krishna, is altijd boven elke andere verplichting. Dus ik denk dat we dat in dat licht kunnen zien. En Vena, die is een, dus de bevolking is dan opgescheept met Vena, zeg maar. Maar hij wordt gedood door de Brahmanas, door die vloek. En wie verschijnt daarna? Dat verschijnt Krishna zelf als Prithu Maharaj. Dus dat alles is nog in de toekomst. Dus in feite, Krishna heeft dit gearrangeerd voor Anga Maharaj. Of dat is een speciale zegen, Anga Maharaj. En Krishna zorgt wel ervoor dat het goed komt straks met de bevolking. Krishna heeft dat ook geregeld, dat hij zelf komt om dat te regelen. En Srimad Bhagavatam die geeft ons ook zoveel verhalen van hoe het moet. En wat er allemaal gebeurde, alleen daarvan kunnen we lering trekken. Dus er zijn gebeuren goede dingen. Stel, en er zouden geen slechte dingen gebeuren, zouden we die lering niet kunnen krijgen. Dus ik denk dat dat gewoon het plan is van Krishna om dat zo te presenteren. Van, als je je niet houdt, als je niet de voorbeeldige zoon bent, als je niet de voorbeeldige koning bent, dan wil dat niet zeggen dat je gewoon aanblijft. Maar de Brahmanas, die hadden die kracht vroeger
de macht dan in feite om zo'n koning af te zetten. Ze hoefden niet altijd gedood te worden. In vroege tijden, de Brahmanen zorgden ervoor dat zo'n koning die tegen de religie was, zeg maar, afgezet werd. Dat is wat ik kan bijdragen. Oké, dankjewel. Het komt er altijd neer, vertrouwen op Krishna, gelijk in welke omstandigheden. Dankjewel, Prabhuji. Bedankt voor de mooie les. Weer duidelijk, zoals altijd, helder. Maar ik heb een vraag over vers 27. Daarin wordt gesproken over het niet naar behoren chanten van de Mahamantra. En omdat de chanten mij nog net steeds beter gaat bevallen en het steeds onmisbaarder wordt in mijn leven, wil ik eigenlijk graag van u horen van hoe kunnen we het dan fout doen of zo? Waar moeten we op letten? Dank u wel, Prabhu. Ja, het is een heel belangrijke vraag over het chanten van de Mahamantra. De fouten waarop we zeker moeten letten, dat zijn de 10 apparaats. Dat zijn, 10 naamapparaats. Zoals de eerste is om... Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd. We dienen het elke ochtend te reciteren. Maar de eerste is om niet kwaad te spreken over de toegewijde die zijn leven heeft gewijd aan het verkondigen van de heilige namen van de Heer. En ik ken de volgorde niet hoor, maar de volgende denk ik is dat de namen van Brahma en Shiva, dus van de halfgoden, niet op dezelfde lijn moet stellen als de heilige namen van Krishna. Ik kan het u direct voorlezen, ze zeggen hier voor mij. Zich niet houden aan de aanwijzingen van de geestelijke leraar is nummer 3. Nummer 4, zich spottend uitlaten over de Vedische geschriften, of de geschriften die daarop gebaseerd zijn. Nummer 5, denken dat de heerlijkheid van het chanten van Hare Krishna op fantasie berust. Nummer 6, de heilige namen van de Heer op de een of andere manier interpreteren. Nummer 7, zondige activiteiten begaan en denken dat men door het chanten van de Hare Krishna mantra geen terugslagen zal krijgen. Nummer 8, het chanten van Hare Krishna beschouwen als een van de gunstige rituele activiteiten aanbevolen in de Veda's onder de noemer vruchtdragende activiteiten. Nummer 9, uitleg geven over de heerlijkheid van de heilige namen aan ongelovigen. En nummer 10, niet volkomen geloven in het chanten van de heilige namen en aan het materiële leven gehecht blijven, zelfs nadat men het desbetreffende onderricht goed begrepen heeft. Voilà, dat is gewoon voorgelezen. Ja, en waar staat het? Dat is in het boekje van het chanten, het zangboekje. Zangboek, oké. Okay, ja. Zangboek staat daarin. En alle dagen herhalen ze dat normaal gezien in de tempel in het Engels. The 10 offenses against the holy names. Ja, want ik hoor het u vertellen en ik denk dat komt zo bekend voor. Dus ja, iedere morgen lezen ze dat voor normaal in de tempel. Dank u zeer. Ja, dank u wel, Prabhu. Misschien mag ik even aanvullen nog, na dit wat je net hebt voorgelezen, Parsanatma Prabhu. Ja. Dus er komt ook nog, het is ook een overtreding om... Ja, inattentief, hoe zeg je dat? Niet aandachtig te zijn terwijl we chanten. Dat wordt daarna ook nog gezegd. Nou ja, oké. Okay. Dat is best wel een belangrijke, want die is echt niet makkelijk, vind ik persoonlijk. Dus ja, dat wou ik erbij zeggen. En ik heb ook nog een vraag. Nou eigenlijk, ik zei ik heb een vraag, maar het was meer een opmerking wat ik wilde maken. Het viel me op dat, even kijken, dat Utkala, hè, die eerste zoon, die is dan zeg maar ja, meer gericht op Krishna of op zijn zelfrealisatie. Die doet zich voor als een, ja, iemand die niet meedoet en meetelt in de materiële wereld. Die wordt als gek beschouwd. En wat me opviel was dat dan die Brahmana's, en die natuurlijk zich verantwoordelijk voelen voor het koninkrijk, om een goede leider daar te hebben, dat zij dan ook... denken dat hij gek is. Of in ieder geval zoiets staat er in het vers. Ik had net gelezen. Dus toen dacht ik van... dat is toch wel belangrijk weer een punt. Dat we
wat we misschien zelf ook iets uit kunnen halen, dat we mensen niet te snel moeten wegzetten. Hè? Ook toegewijden niet van, oh, dat is een simpele of ziel, of die snapt het allemaal niet, of die is niet gevorderd. Dat we niet te snel moeten zijn in onze oordelen en veroordeling van wie nou eigenlijk wie is. Hè? Want dat weten we eigenlijk niet. We zien wel de buitenkant, maar we weten niet in het diepste hart van de persoon hoe die eigenlijk met zijn Krishna-bewustzijn bezig is. Dus dat is, ik vond dat weer een vermaning of een soort waarschuwing van, ja, let op met hoe je met elkaar omgaat. En dat geldt ook niet alleen voor mensen die al een tilak op hun neus doen, zeg maar ook mensen die we gewoon op straat tegenkomen, of misschien wel in je familie of op je werk, of gewoon toch gewoon, ja, opletten met hoe gaan we met elkaar om en altijd respect tonen en niet te snel conclusies trekken. Dat was voor mij zelf een leerpunt. Ja, dankjewel, Mata. Dat is een heel belangrijke opmerking. We kennen ook dat verhaal van Pundarik Vidyanidhi, de guru van Gadadhar Pandit, die zich voordeed als iemand die gehecht is aan zinsbevrediging. Hij droeg gouden sieraden en hij had een gouden pot waarin hij zijn paan ging uitspuwen. En hij deed zich gewoon voor alsof hij niets te maken had met Krishna bewustzijn. En Gadadhar Pandit die dacht van, hoe is hij dan een toegewijde? En iemand zei hem, chant alleen de naam van Krishna, of juist van Radha. En dat ga je zien. En hij begon te rollen in extase. En dat is dus ook, dus dat is een goed voorbeeld van iemand die zich anders voordoet. We hebben ook het verhaal van Jarabharat, van Bharat Maharaj in zijn volgend leven als hert werd geboren en daarna weer als Jarabharat. Dus we zijn tal van voorbeelden. Inderdaad, we moeten heel voorzichtig zijn met onze oordelen, de assumpties van die zal wel heel verheven zijn en die niet. Soms zijn de simpele mensen juist de meest gevorderde. Ja. Heeft u daar misschien nog een tip bij? Ik bedoel, behalve dat we dan voorzichtig moeten zijn, want ja, we moeten al aan zoveel dingen denken. Hoe zou je dan, zeg maar, die overtreding niet kunnen maken? Waar we het nu net over hadden, dat we mensen onderschatten, zeg maar. In feite, belangrijk is dat wij, zoals Krishna Bhagwan dat zegt in de Bhagavad Gita, dat we iedereen op een gelijke manier moeten zien. De brahmanas, de honden en de hondeneters. Ik ken dat vers niet, maar brahmane, gavitje, hastina. Dus ja. Dat we ze gewoon op één manier kunnen zien en in elk geval ervan doordrongen zijn dat dezelfde paramatma in ieders hart zit. Ja. En ons proces zegt, Chaitanya Mahaprabhu zegt, Trinatapi Sunichena Tarorapi Shahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Hari Sadahari. Alleen als je nederig bent en alle, je moet geen eer vragen, respect vragen, maar alle eer aan anderen geven. Alleen in deze staat van gedachtegang kan je altijd de heilige namen bezingen, anders niet. Dus dat is onze instructie. En niet gaan denken van, oh ja, die zal wel gevorderd zijn, die is geïnitieerd, dus die is gevorderder dan de anderen. Doorgaans maken wij ook die fout. Om dat te doen, meer respect te geven. Die is tweemaal geïnitieerd. En die komt al 40 jaar naar de tempel. Die komt 20 jaar naar de tempel. En die komt 3 weken naar de tempel. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met het innerlijke. Een zuivere toegewijde natuurlijk zal dat altijd in een ander moeten zien. Als naarmate jij gezuiverd raakt, zal je ook de andere als een zuivere toegewijde zien. En als je denkt dat iedereen vol fouten zit, wil zeggen dat jij vol fouten zit. Dat is de weerspiegeling van jezelf in de anderen. Ja. Heel moeilijk, maar we moeten heel voorzichtig zijn. Ja. Ja, dank u wel. Ja, nou, kijk, na de uitleg van de laatste vraag van Ratamanjari, durf ik deze vraag ook wat makkelijker te stellen. Want het is misschien een vraag waarvan ik zelf dacht van nou, dan kom je ook weer lekker simpel over.
maar nu durf ik hem dus beter te stellen. Het gaat er eigenlijk om dat hoofdstuk 13 al meteen begint met Vidura vroeg aan Maitreya. En toen moest ik even gaan nadenken van hoe zat het nou ook alweer? We hebben zoveel mooie verhalen en indrukwekkende stukken gelezen in de afgelopen 4 kanto's. Dat ik eigenlijk moest denken van, hoe zit het verhaal ook alweer in elkaar? Hoe begon het ook alweer? Het was een grote vergadering van wijzen die zich teruggetrokken hebben in het bos. Dus mijn vraag is eigenlijk van, is het hele achterliggende verhaal, is dat nog kort terug te halen of zo? Ook voor mensen die misschien pas aangehaakt hebben bij deze Srimad Bhagavatam lessen. Wat is de rode draad, zeg maar? Hoe is het begonnen en hoe zijn we verder gegaan? Ja, dus het Srimad Bhagavatam is een verzameling van katha, van spellenformaat van Krishna. En vertellingen over Krishna en zijn toegewijden, maar het is niet in chronologische volgorde. En soms praat het over een andere schepping, zelfs zijn er verhalen. In het verhaal van Varahadeva zagen we zelfs dat het verhaal van twee verschillende scheppingen samengevoegd waren. Belangrijk is dat wij eruit halen de mooie lessen voor ons. Dat we meer aangetrokken raken tot Krishna. Dus die rode draad, zeg maar, die chronologische volgorde gaat u niet vinden. Maar belangrijk is dat zowel aan het begin, als in het midden, als aan het eind, eigenlijk steeds Hari wordt bezongen. Krishna wordt bezongen. Adav antacha madhyacha Hari sarvatra giyate. Het is in het Srimad Bhagavatam wordt alleen Hari besproken, Hari. Krishna en zijn toegewijden. Dus, maar op een gegeven moment gaat dat verhaal, het begint bij Suta Goswami, dan gaat Suta Goswami verteld, en dan gaat Sukadeva Goswami verteld, en dan heb je Maitreya Rishi. Dus zo gaat het, maar het komt dan terug, uiteindelijk weer terug naar Sukadeva Goswami, en dan weer Suta Goswami. Dus ze wijden uit, het hangt van de vragen af die gesteld worden, en dan wordt er uitgeweid en dan komt het terug. Maar de bedoeling, dit alles is een voorbereiding op de 10e kanto, waar het verhaal van Krishna zelf gaat komen. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Ik ga nog eens een keer het hoofdstuk, kanto 1, hoofdstuk 1 teruglezen. Dank u zeer vriendelijk. Het is ook belangrijk om dit bij te zeggen. Daarom zegt Srila Prabhupada, we moeten beginnen bij het eerste kanto. We kunnen niet zeggen, ik begin bij kanto 4 om te lezen. We moeten altijd beginnen bij het eerste kanto. Die worden vergeleken met de lotusvoeten van Krishna. En zo gaan we langzaamaan naar boven. Dus we moeten wel beginnen bij het eerste kanto. Natuurlijk, als er een lezing wordt gegeven en je schuift aan, dan volg je dat wel, maar als je zelf wil lezen, dan is het altijd handig om bij het eerste kanto te beginnen. Ja, ik ben van het begin van heb ik meegelezen, maar ik merk dat er zoveel verhalen al sinds die tijd, sinds die afgelopen 2 jaar zijn er voorbij gekomen, dat ik me eigenlijk het begin helemaal niet meer kan herinneren. En daar was ik gewoon verbaasd, want ik denk, hoe begon het ook alweer uit Srimad Bhagavatam? Het was iets met een grote vergadering en ja. Ja, dus al deze vertellingen komen aan bod bij die grote vergadering. Ja. Ja. Dank u. Hare Krishna. Hare Krishna. Peer, als ik u misschien kan aanmoedigen. Wij zijn niet in deze cultuur geboren. Ik ben eraan begonnen op de leeftijd van 50 jaar. En ik kan u zeggen, het gaat van langzaam dieper, het wordt van langzaam boeiender. En hoe meer je het herhaalt en nog eens herhaalt en nog eens de verhalen hoort,
hoe leuker je het gaat beginnen vinden en hoe dieper. Maar het is herhalen, herhalen, herhalen. Dat is de les. Herhalen tot je laatste snik. En hopen dat je het dan begint te verstaan. Ja, dat is nu eenmaal zo. Zeker als je niet in die cultuur geboren bent. Maar ja, de aanhouder wint. De nederige aanhouder wint. De nederige aanhouder wint. Voilà. Dat is mijn persoonlijke ondervinding van de laatste 20 jaar. Ja, dankjewel. Ja, het doet ook helemaal niks af aan de schoonheid van de kanto's, van de hoofdstukken, totaal niet. Maar ik was een beetje dacht van, hoe zit het ook alweer allemaal? Maar de hoofdstukken lezen, ja, elke week. Ik wil ze gelezen hebben, dus het doet er niks aan af. Dus ook het herhalen zal in de toekomst zeker nog wel gaan gebeuren. Maar we zijn nog een paar jaar bezig met het Nederlandse Srimad Bhagavatam. Dus, ja. Dat is zo, dat is zo. Het is een levenswerk. En voor sommigen, of voor velen, meerdere levens. Alleen de gelukkigen. Ja. Ja, dank u wel, Prasannatma Prabhu. Ja, ik vind het wel een heel apart hoofdstuk, omdat er opeens, ook wat u in het begin ook zei, Prabhu, dat het, die namen die erin voorkomen, er waren veel nieuwe namen. En ik dacht ook, waar komt dat opeens vandaan? Hè? Dus ik moest ook even heel erg in het hoofdstuk komen. Dus laten we gewoon verder lezen. Ook de goede aanmoediging van Prasannatma, laten we dat ook meenemen. In ieder geval naar het lezen, met het lezen in ieder geval. En ja, heel erg bedankt Prabhu voor de voorbereidingen en voor de mooie sheets. Misschien kunt u het nog doorsturen naar mij, zodat ik het in de WhatsApp-groep ook kan verspreiden. Het is altijd goed om, er zijn steeds meer toegewijden die dit ook gaan bewaren en ook herlezen, heb ik begrepen. Dus dat is ook fijn om te horen. Wilt u zelf nog iets zeggen ter afsluiting? Hartelijk dank voor deze gelegenheid. Ik vind het wel fijn om dit te doen met jullie. En dan op deze manier word ik ook zelf verplicht om te bestuderen, een hoofdstuk te bestuderen. En soms moet je vooruit, achteruit, naar andere shastras. Dus het is goed voor mij. Het is een goede toegewijde dienst voor mij. Hartelijk dank voor deze sewa. Hare Krishna. Hare Krishna.